bedankt, bedankt. Wat gaan we doen vanavond? Wat gaan we doen? Ik ga jullie vanavond een verhaal vertellen. Het is een beetje het verhaal van ons allemaal. De mensheid, Homo sapiens. Het verhaal van waar we vandaan komen. Waar we op dit moment in hemelsnaam met elkaar mee bezig zijn. En ook een beetje waar we met z'n allen naartoe gaan. En bij het verhaal van ons allemaal hoort voor mij een bepaalde muziek. Daar wil ik graag even een klein stukje met jullie naar luisteren. Lekker, hè? Dit is Tom Harrell. Hij speelt, ik noem het trompetjes, jazz, flugelhorn speelt hij. Het gaat me van de titel van het nummer. En de titel van het nummer is Journey to the Stars. Reis naar de sterren. En dat gevoel heb ik bij ons allemaal, dat we nog zoveel kunnen. Niet misschien letterlijk naar de sterren, maar we beginnen pas. Het is niet nu 2018, consolideren, we zijn er een beetje met z'n allen. Nee, ik heb altijd het gevoel, we beginnen pas. Er kan nog zoveel, er is nog zoveel ruimte. Kijk. Ongeveer 40.000 jaar geleden is de moderne mens begonnen. Hè? Toen 40.000 jaar geleden zagen we er ongeveer hetzelfde uit als nu. Natuurlijk zonder mooie pakjes neptieten, maar ongeveer hetzelfde zagen we eruit. En 40.000 jaar geleden waren we net zo intelligent als dat we nu zijn. We zijn de afgelopen 40.000 jaar niet veel slimmer geworden. En in die tijd waren we natuurlijk jager-verzamelaars. Hè? Dus een beetje bladeren eten, knolletjes, wat groentes. Af en toe renden we achter een hertje aan. Hertje tackelen, hertje wurgen, hertje boven het kampvuur. Gave mannen dingen allemaal. En daar waren we in totaal met elkaar allemaal ongeveer 4 uur per dag mee bezig. 4 uur en voor de rest waren we vrij. Klinkt lekker, hè? 4 uur. Weet je, maar het is niet genoeg. En dan komt bij zijn mensen. Wij zijn mensen en als er één ding wat ons doet verschillen van de dieren, dan is het, er moet altijd wat bij ons. Wij willen altijd dat het beter gaat of verder of mooier, weet je wel. En voor dieren, ik woon zelf hier in Amsterdam, ik woon op een woonark. Dus rond mijn woning, daar zwemmen eenden. En die zwemmen daar de hele zomer, de hele tijd. Ook s'nachts, als je de ramen open hebt, super gaaf. En nee, maar die eenden zwemmen altijd en die gaan herfst gaan ze weg. En dan komen ze in de winter zijn ze weg, dan komen ze weer terug. En dan zwemmen ze weer, weet je wel. Precies, geen enkele ambitie om ook maar iets van hun leven te maken. Er is nooit eens een eend die denkt, dan gaan ze opzij zwemmen. Kijken wat er dan gebeurt. Nee, dat bedoel ik, dat zijn wij mensen wel. Wij doen dingen gewoon, kijken wat er gebeurt. Zoals Elon Musk, hè, die een rode cabriolet met een pop erin naar Mars heeft gestuurd. Waar slaat het op? Snap je? Maar ja, kijken wat er gebeurt. Ja, toch? Zo zijn wij. En daardoor zijn we nou. Noem je verder gekomen, noem het beschaving. Er is landbouw gekomen. We zijn erachter gekomen dat als je om die dieren een hek zet, hoef je niet achteraan te rennen. Hele goede gedachte was dat. Industrialisatie, nou, alles is gekomen. En nou, kijk, al vrij snel waren wij de mensheid voorbij wat je noemt de ondergrens. Eten, drinken, dak boven je hoofd, een beetje veiligheid. En het punt is natuurlijk, zou er ook een bovengrens zijn? Zou het zo kunnen zijn dat als wij dingen doorvoeren en verder gaan met ontwikkelen, dat we voorbij een grens gaan en dat het dan weer minder leuk wordt. Hè? Dat, ja, bijvoorbeeld te veilig. Dat het gewoon te veilig is. Dat, weet je, overal hangen camera's en het klinkt gaaf en iedereen houdt elkaar in de gaten en er is nooit meer een inbraak. En je kan elk consulaat binnengaan en je weet zeker dat je er in één stuk ook weer levend uitkomt. Tuurlijk, hè? Maar je kan ook geen scheet meer laten, je kan niet door rood fietsen, je kan niemand zwart uitbetalen. Dan krijgen we toch een, weet je, een bekompen samenleving een beetje. Kan het te ver gaan met eten? Hebben we het eten misschien langzamerhand ook wel een beetje te goed voor elkaar? Er gaan op dit moment al meer mensen dood op deze wereld aan de gevolgen, hè, van te veel eten dan aan de gevolgen van te weinig eten. En dan kun je je afvragen, hebben we het te goed voor elkaar? Dat al dat eten, is het niet? Ik neem jullie even mee naar verleden jaar tweede kerstdag, 2017. Kerst is natuurlijk altijd met eten, met z'n allen, weet je, tegen de decadenten aan. Hoort erbij, is niet erg. Maar op tweede kerstdag komen wij altijd met een groep vrienden bij elkaar. Een man of 14, 15, wie er kunnen. En de grap is dan dat één van ons moet iets bedenken dat je die avond, die tweede kerstdag, niet meer vergeet. He, dus gewoon een rare quiz of gekke cadeautjes of nog zoiets. Nou, afgelopen jaar had iemand bedacht, en ik was het niet, om iedereen een Christmas cracker te geven. Ik weet niet of je dat iets zegt, Christmas cracker. Komt uit Engeland. Volgens mij, denk ik, hoop ik, anders weet ik het ook niet. Christmas cracker. En die ligt dan op je bord en er zit het uiteinde aan. En dan moet je allemaal tegelijk aan trekken, want er is een trekbommetje in. En knal, weet je, het zijn de vrouwen. En dan, en daar zit dan wat in. Traditioneel zit er een kreppapier kroontje in. Dat moet je allemaal opzetten. Je zit voor lul, maar met z'n allen voor lul. Het schept een heerlijke warme band. En we hadden ook een quote erin. En dat is een beetje voor de avond bedoeld. En ik had een quote. En die moest je voorlezen. En zo begon de avond. En ik wil graag vanavond beginnen met mijn quote. En die was van Albert Einstein. En die quote was als volgt. Er zijn twee dingen oneindig. Het universum en de menselijke domheid. En van het universum weet ik het niet zeker.
Dat is goed, hè? Albertje Einstein, goed gedaan. Ik was meteen een beetje geïrriteerd, want ik heb in mijn oeuvre, wat jullie misschien zouden kunnen kennen, vrij veel dingen over domme mensen gezegd, maar ik krijg nooit een quote. Ik heb geen quote. Die Einstein, die hangt zijn tong ergens in en hij heeft meteen, weet ik veel voor quote. Ik heb nog nooit een quote gekregen. Maar goed, hij heeft natuurlijk wel gelijk. Menselijke domheid is natuurlijk onpeilbaar, hè? En als je aan de menselijke domheid denkt in dit tijdgevricht, dan zien we toch allemaal dat oranje gekleurde gezichtje voor ons aan de overkant van de oceaan met het wapperende haar. Dat je denkt, ja, daar zit wel zo'n beetje cumulatief alle stupiditeit van het menselijke ras in één gedrongen mannetje. Maar goed, we gaan het niet over Donald Trump hebben natuurlijk. Oh, was die het? Ja, die was het, ja. Want het moet een leuke avond. Maar ik, nou ja, het enige, Trump op dit moment, hij ontkent dat er een klimaatverandering is. Hij, joh, over een miljoen jaar komt het wel weer goed, zegt hij. En het is toch ongelooflijk. Hij heeft het klimaatverdrag van Parijs aan de kant gezet. Hij heeft weer, weet ik veel wat, kolenmijnen opengegooid, kolencentrales opengegooid. En als je toch op dit moment zegt dat de verandering in het klimaat, dat het niks met mensen te maken heeft, dan ben je toch gewoon een beetje dom. Ja, toch Amsterdam? Ja. Kijk eens, super enthousiast. Ja, gaaf hoe jullie meteen vol erin gaan. Pak hem, Hans! Ga maar, doe maar. Maar goed, kijk, hij heeft natuurlijk wel gelijk, hè? Albert Einstein. Want onder Donald Trump zit namelijk een laag nog dommere mensen. Ja, dat zijn mensen die weten van die klimaatverandering. Die geloven daar ook in. Hè, maar die blijven gewoon 130 rijden, eten elke dag vlees en gaan gewoon vliegen als ze daar zin in hebben. Nou, daaronder zit een laag nog dommere mensen. En dat zijn mensen die weten van die klimaatverandering en die geloven daar ook in. Maar het interesseert ze gewoon geen ene reet. Die staan 's morgens vroeg op, hebben ergens in hun huis een grote bak met zand staan. Huppakee, kopje erin. En we zien wel waar het schip strandt. Gaat over jullie, hè? Ja, maar je rijdt toch allemaal 130, hè? En je weet allemaal, je hebt allemaal een stemmetje in je hoofd die zegt, ja, het is belachelijk. 15% te veel energie wat je er doorheen jaagt. Maar ja, het staat toch op de borden, hè? Het staat met een rode rand eromheen. We moeten wel. Terwijl je allemaal denkt, ja, weet je, je weet ook allemaal dat 8 euro voor een hele kip in de supermarkt, daar klopt er geen reet van. Maar ja, ze liggen er toch, hè? En voor 35 euro heen en weer naar Barcelona. Maar ja, anders gaan ze voor niks, die vliegtuigen. Ja, toch? Dan kan je net zo goed in gaan zitten. Maar we doen het allemaal nog steeds. We hebben allemaal dat stemmetje die zegt, klopt eigenlijk niet, hebben we al heel lang. Dat stemmetje hebben we al 40.000 jaar, zeker. En ik heb dat stemmetje natuurlijk ook. Ik heb er ook last van. En dat stemmetje wat zegt, ja, dat klopt eigenlijk niet helemaal. En mijn punt is, luister eens wat vaker naar dat stemmetje. Ik zal je dit vertellen en dan ga ik heel hoog in de boom zitten. Als je wat vaker naar je stemmetje luistert, dan word je gelukkiger. En dat komt omdat je dan verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven. En je gaat niet 130 rijden omdat het er staat. Het moet toch? Hè? Je koopt al die shit niet in de supermarkt omdat het er ligt. Maar je neemt zelf beslissingen. Daar worden mensen gelukkiger van. Oké, ik voel de stemming ook wel wegcijpelen. Ik ben helemaal debiel. Dus ik zal even een voorbeeld geven. Ik zal een voorbeeld geven van mijn eigen stemmetje. Het is gewoon wel zo relaxed voor jullie. Ik zal wel lekker achteruit zitten. Nou, komt-ie. Mijn stemmetje. Een voorbeeld van mijn stemmetje wat ik laatst had. Is leuk als je het herkent. Dan moet je even kuchen als je het herkent. Weet ik even hoe de stemming in de zaal is. En nou ja, ik heb gemerkt dat in theaters vinden mensen altijd heerlijk om te kuchen. Ik weet niet waarom, maar zodra mensen in het theater zitten, de hele tijd. Dus ik gebruik dat om de stemming te peilen onder jullie allemaal, lieve intelligente mensen in Amsterdam. Nou, daar komt-ie. Stel, je komt vanavond thuis en je... Ik ga even vanuit. Maar ja, okay. Je komt vanavond thuis, je steekt de sleutel in het slot van je voordeur en je hebt gelijk aandrang om te pissen. Wie herkent dat? Even kuchen. Zelfs mensen die proberen vinger in de keel te steken, nu heel raar. Maar oké, weet je, ik heb dat ook. Alleen, ik heb het de laatste tijd steeds eerder. Al steeds verder van huis, heb ik de aandrang. Ja, als ik al, moet ik nog een heel stuk fietsen. En dat is natuurlijk ook ouderdom, weet ik ook wel. Hè? Want ik ben 60 geworden. En dan wordt natuurlijk de blaas wordt kleiner. De prostaat wordt een beetje groter. Volgens mij heb ik een prostaat de grootte van een honkbal. En een blaas de grootte van een doppert. Als ik ejaculeer, komt er beduidelijk meer vocht vrij dan als ik urineer. Ik zou zeggen, dames, doe er je voordeel mee. Kleedkamer 2. Maar dan gaat het niet om. Mijn verhaal is... Ik was op een gegeven moment wel vrij ver van mijn... Nog vrij van mijn huis. Ik moest fietsen. En ik kreeg wel aandrang. En ik weet, het is wel psychologisch. Ik moet er niet aan denken. Nou, waar denk je dan aan? Dus... En toen dacht ik, ik ben ook gek. Ik pis eventjes. Ik woon vlak in de buurt van een park. He, dus ik was een heg. Ik heb gewoon mijn fiets tegen de heg gezet. En ik ga zo bij de heg staan en ik begin een beetje te plassen. En toen komt er uit de heg een egeltje. Dat is toch, oh, vind ik een cadeautje van de natuur. Vind ik zo leuk. Weet je wel, en je ziet ze al steeds minder, ook in Amsterdam. Weet je. Dus ik was heel blij om hem te zien. Dus ik denk, ik moet stil zijn, dat ik hem niet verjaag. Weet je wel. Gelukkig heb ik niet meer die keiharde, poepende straal van toen ik 19 was. He? Tegenwoordig lang blij als de druppels zich aan een reigen tot een straal. High five voor de piemel. Dus ik stond daar zo, druppel na druppel eruit te persen. En hij,
En hij opeens, hij verandert van koers. En hij komt op mij aflopen. En ik extrapoleerde zijn route. Ik denk, ja, je gaat gewoon door mijn straal heen lopen. En ik had natuurlijk eventjes sideways kunnen doen of even bekkenbodemspieren aanspannen om te stoppen, maar heb ik niet gedaan. Oké, hij is door mijn straal gelopen. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Er is gewoon een ego door mijn straal gelopen. En, nou ja, het is heel raar. Hij liep er eerst heen. Eerst alleen zijn neus een beetje. En toen keek hij nog omhoog met die heerlijke, schattige kraaloogjes van hem. En ik weet niet wat er dan in zo'n egelbreintje gebeurt, maar daarna heeft hij de golden shower in zijn geheel geconsumeerd. En nou is mijn vraag, mag dat? Mijn stemmetje zei van wel. Mijn stemmetje zei, dus geen enkel probleem. In het verkeer is het zo, als je stilstaat, kan je nooit schuldig zijn. Nou, ik stond stil, eigen schuld. Stom ego. Oké, ander stemmetje. Ik had laatst mijn stemmetje, nu kom ik in de buurt van jullie stemmetje. Mijn stemmetje zei laat dat ik een beetje dik aan het worden was. En je hebt allemaal problemen mee, een beetje. Ik ben een beetje te dik. Dat kwam afgelopen zomer. Dan liep ik met een t-shirt langs de auto's en dan zag ik zo in de spiegeling van de auto's een beetje dat ik een bolletje begon te krijgen. En dat wil ik niet. Gewoon. Weet je, het is puur ijdelheid, weet ik wel. Maar ik ben altijd marathonloper geweest. En ik wil gewoon een beetje, weet je wel. En toen dacht ik, hoeveel weeg ik eigenlijk? Hans, hoeveel weeg je? Ik had me heel lang niet gewogen. Ik had me al zeker 2,5 jaar niet meer gewogen. Ik was eigenlijk wel benieuwd. Dus ik ga naar de slaapkamer, van mijn vriendin stond er nog een weegschaal. Ik ga erop staan. En ik schrok me kapot, jongens. Ik was ruim 66 kilo. Ruim 66 kilo? Ja, precies zo. Hey, ik snap wel, voor sommigen is het misschien geboortegewicht, maar voor mij... is het no way street. Don't go there. For, ik was... Als ik met marathon loop, als ik in vorm was, 63, weet je wel. Als het buiten seizoen was, 64. En ik weet wel, ik mag best, ik kan 66 wegen. BMI technisch is geen enkel probleem, weet je wel. 66,5 kan ook nog wel, weet ik ook wel. He? En 67 kan ook nog wel. 67,5 kan ook nog wel, weet je wel. 103. He, je moet ergens een grens trekken, dat is mijn probleem. Dat is mijn punt. Je moet ergens een keer... Het leven is een grens trekken en er dan een beetje tegen vechten. Anders dan doe je maar wat, weet je wel. En mijn grens is ja, 64 kilo. Ik vond dat ik niet meer moest wegen. Dus misschien herken je dit. Kunnen we even kuchen met z'n allen? Weet je, nee, wacht nou even tot ik de vraag heb gesteld. Ik... Even niet. Pavlov reactie. Ik hoor kuchen. Ik slaap in mijn onderbroek. Doet er verder niet toe. Privé dingetje. Maar dan weet je wel. Broek uit. T-shirt uit. En dan denk je altijd, nou, hè, volgende morgen doe je een schoon t-shirt aan, misschien een broek. En dan denk je, dat ruim ik wel op, morgen, weet je wel. En dan zo in de loop van de week, hè, ontstaat er, hè, jawel, dan ontstaat er toch een soort klein bergje in de slaapkamer. Herkennen we dit? Tuurlijk herkennen we dit, weet je. En dan moet je een grens trekken. Bij mij is de grens knieholte. Gewoon tot de knieholte. En dan mag ik in het weekend de valse lucht mag ik er dan nog uitdrukken, maar voor de rest is... Nee, oké, deze dan. Iets spannender misschien. Grenzen trekken. Kijk, ik las dat een artikel dat mensen die vreemd gaan, hè, wat je er moreel ook van vindt, is verwerpelijk. Hè, maar mensen die vreemd gaan, worden bijna altijd betrapt. Weet je dat? Gewoon bijna altijd. En dat komt omdat mensen geen grens trekken. En nu moeten jonge mensen even opletten. Want, nou ja, als je geen grens trekt, weet je, dan ga je een keer vreemd. En dan best wel spannend, weet je wel. En dan denk je, nou, nog één keer. En dan denk je, nou, nog één keer. Dus de natuurlijke grens van vreemdgaan, dat is tot je betrapt wordt, snap je? Dus je moet een grens trekken, je moet gewoon zeggen, ik doe het, maximaal. 18 keer. En dan... Oh, is dat veel? Oké, deze dan. Even een hele veilige nog. Grenzen trekken. Klussen. Ik ben een hele slechte klusser. Ik heb handen, die gaan altijd verkeerd omstaan. En ik ben gewoon slechte klusser, maar ik vind dat je niet voor elk wissewasje... Iemand van buiten moet roepen, weet je. Elk scharniertje wat piept, elk kraantje wat lekt. Dat je iemand van buiten moet halen. Dus je moet dingen zelf doen. En dat doe ik ook wel. Op een of andere manier mislukt het altijd bij mij. Bijvoorbeeld secondenlijm. Dat is gewoon een ramp bij mij, weet je. Secondenlijm en dan ben ik echt voorzichtig. Weet je, dan doe ik een overal aan. Bivakmuts van die operatiehandschoenen. Doe ik twee dingen aan elkaar. En dan zit er altijd iets van mezelf aan iets anders van mezelf vast. Weet je, en dan loop ik gewoon weer 2 weken als een gangster rapper met mijn vingers aan elkaar gelijmd door het huis dingen aan te wijzen, zo te douchen in de hoop dat het snel losweekt, weet ik veel. Dus dat moet ik niet doen. Maar goed, ik heb voor mezelf als grens gesteld, klussen, ik mag maximaal 100 euro materiaal verkloten. Dat is mijn grens. Ja, dat lijkt veel, maar dat is niks, joh. Dat is niks. Hier, laatst had ik dit klusje. Ik woon op een woonark en er was een beetje lekkage geweest. Dus er was plafond, weet je, van dat, hoe heet het ook alweer, dat gipsplafond. Dat was kapot gegaan. En dat is allemaal dubbelzijdig uitgevoerd vanwege branddingen, weet ik veel. In ieder geval,
Ik moest materiaal kopen. Dus ik heb die gipsplaten gehaald, netjes op maat gezaagd. Al het materiaal met af te tapen en te witten weer opnieuw. Ik had het allemaal in huis, allemaal goed gedaan. En er zaten inbouwspotjes in. Dus ik had zo'n speciaal ding gekocht. Precies op de goede plek, helemaal uitgemeten. Weet je wel, de inbouwspotjes erin te doen. Het was helemaal klaar. En toen hebben we het gemonteerd. Staat alles in spiegelbeeld. Gooi maar weg! Gooi maar weg! Zo gaat het bij mij altijd. Weet je, en ik had laatst ben ik nog gered ook, want toen was ik op een... Was ik in het doet-zelf-zaken, toen hadden ze iets van €127. Wat ik altijd al willen hebben. En dat heb ik niet kunnen kopen, omdat het boven mijn €100-grens uitging. Ja, en het was, zal ik eerlijk vertellen. Dat was een tekker. Ken je dat, een tekker? Oh, tekker? Dat is een apparaat en dan kan je met luchtdruk spijkers schieten. Hoe fucking cool is dat, ja, hè? Sta je niet als een piepo de clown met zo'n spijker. Flap, flap, oh, grappig, dan flap. Nee, je kan gewoon... Weet je wel, dan moet er een plank moet daar en dan pak je de tegger. Weet je, en dan ga je achter je bank zitten met zo'n... Sluipschutter, kun je gewoon je eigen sluipschutter kan je uithangen. Super gaaf. Maar ik moet zoiets ook niet kopen, want ik weet, het gaat mis bij mij. Als ik zo'n ding koop, gegarandeerd, dan zet ik hem per ongeluk op half automatisch, weet je wel. En dan doe je miauw. Ja, miauw, ja, dat snap ik. Nou zit je vast. Maar goed, grenzen trekken in je leven. Grenzen is belangrijk. Kijk, ik was te dik geworden, ga ik je eerlijk vertellen. Ik was te dik geworden niet omdat ik speciaal te veel had gegeten. Dit was er gebeurd. Ik ben in 2014 ziek geweest. En inmiddels gaat het supergoed met me. Ik loop elke dag. Ik voel me fantastisch. Ik heb mijn energie weer terug. Maar ik kon toen 2 jaar lang heb ik niet kunnen fietsen. Ik was gewoon verzwakt door de behandeling. En zodra er een tegenwind was of zo, dan als een oud mannetje zat ik te fietsen. Dus ik heb een scootertje gekocht, zo'n 25 kilometer ding, weet je wel. En zo'n snorscootertje heb ik gekocht en kon ik lekker mee overal naartoe. En die heb ik nu helemaal niet meer nodig, natuurlijk. He, dus maar hij staat in de schuur. En ik merkte dat ik steeds vaker, terwijl ik hem niet nodig had, hem toch pakte, weet je wel. Dan moest ik ergens naartoe en dan was het, ja, nou, hallo, ik ben er ook nog. En dan zie je dat ding zo staan, denk je, nou, ik kon de verleiding gewoon niet verstaan. Dus dan ging ik op dat scootertje, ging ik dan toch overal naartoe. En dat wist ik niet, maar die scootertjes die zetten dus benzine om in buikvet. Dat is eigenlijk wat scootertjes doen. Hè? Ik zeg altijd zo'n brommetje is een bolletje. Iedereen op een brommetje krijgt uiteindelijk een bolletje hier zo. Let maar op. En er zijn meer van die omzettingen. Hè? Bijvoorbeeld televisies, die zetten elektrische stroom om in verloren tijd. Terrasverwarmers natuurlijk, hè? Die zetten aardgas om in longkanker. Dat zie je er ook heel langzaam gebeuren. Ja, is natuurlijk niet leuk om te horen als je rookt, begrijp ik ook wel. En, nou ja, voor de duidelijkheid, mensen die roken, ik sta achter jullie, weet je wel. Het is gewoon kloten als je rookt, weet je. Je bent op je 14e, 15e begonnen, je komt er niet meer vanaf. En je hebt gewoon verloren. Hè? Je bent de prooi van de rookmafia en je hebt gewoon verloren. En die mensen moeten we helpen. Hè? We verliezen allemaal wat in het leven. Ik ben een keer een grote liefde kwijtgeraakt door mijn eigen schuld. Tot 2 keer toe een groot geldbedrag door mijn eigen schuld. Je verliest dingen in het leven. Weet je? En dan moet je elkaar helpen. En ik denk niet dat we mensen die roken helpen, die er allemaal vanaf willen. Ik denk niet dat we ze helpen door het zo leuk mogelijk te maken, het roken. He? Dat je dat ver in de winter in je t-shirt een beetje kan gaan zitten paffen op een terras. Dat is toch niet handig? Ik zeg niet dat we ze met een waterkanon af moeten schieten, maar we hoeven het niet zo leuk mogelijk te maken, toch? Net als met pakjes sigaretten. Verkoop ze. Leef je levens als je wil. En verkoop sigaretten allemaal best. Maar waarom verkopen we die pakjes sigaretten niet in van die doorzichtige blisterverpakkingen? Van die keiharde plastic, weet je wel? Dat je wel hebt, maar dat je er nog niet bij kan. Weet je wel? Dat je eerst iemand met een kettingzaag moet hebben of een Stanley-mes voordat je... Ah, man. Laatst had ik zo'n USB-stickje met zo'n plastic verpakking eromheen. Ik kreeg hem gewoon niet open. Ik stond gewoon in mijn eigen huis tegen dat ding te schreeuwen. Dan onthoud ik het zelf wel! Maar ja, wij zijn meesters in datgene wat het slechtste voor ons is. Omdat we de hele tijd in ons feest hebben, in ons gezicht hebben. Onszelf ermee te verleiden en zo, weet je. Dat doen we de hele tijd. En dat weet je toch ook. Als je weet ik veel wat, chocola lekker vindt of chips, je moet het niet in huis halen. De verleiding moet er niet zijn. He, want als het er eenmaal is, dan is het 1 stukje en je vreet het helemaal op. Ja, toch? Mijn vriendin heeft dat ook. Die is, ja, verslaafd is een groot woord, maar... Oreo-koekjes. Ze is min of meer verslaafd aan Oreo-koekjes. Ze zit bij Oreo Anonymous. Ik denk wel dat ze verslaafd is. Maar die is, weet je, en als we dan in huis hebben die koekjes, dan is het altijd, ik neem er maar 2. Maar de rol gaat op. Dat weet je gewoon. De rol gaat op. Je moet het gewoon niet in huis halen, weet je wel. Dan heb ik laatst, en dat wil ik toch even aan jullie vertellen, heb ik iets romantisch gedaan met haar verslaving. Want ja, ik heb toch gemerkt dat mensen me vaak na afloop aanspreken als de egelpisser. En ik wil ook laten zien dat ik een andere kant heb, een hele romantische kant. En dit was er gebeurd, weet je wel. Dit jaar, zomer, ben ik naar Noorwegen geweest om te gaan vissen met 2 vrienden.
Het is geweldig om in Noorwegen te vissen. Je zit daar tussen die fjorden, het is altijd, bijna altijd vlak water, er is heel weinig golfslag. En om je heen heb je allemaal van die bergen, helemaal wit besneeuwd. Het is een fantastisch landschap. En we zijn daar gaan vissen op heilbot, het maakt verder niet uit, maar het is een platvis. Weet je, je kent allemaal een scholletje of een tong. Nou, een heilbot is een platvis en die kan 2,5 meter groot worden. En dan weegt die ruim 200 kilo. Als je zo'n beest, als je beet krijgt, hij begint altijd, als die aanbeet is tik, tik, tik. En als je hem aanslaat, dan word je bijna overboord getrokken en dan ramt hij in één keer naar beneden. Die fjorden zijn 140, 160 meter diep en dan duikt hij naar beneden. En dan gaat hij met een enorme lijf, gaat hij zo in de stroom hangen. Je bent een uur bezig om omhoog te takelen. Het is een waanzinnig gevecht. Het is geweldig om zo'n beest te vangen. En ik hoop ook echt dat het me een keertje gaat lukken. He, dus ik was 8 dagen voor niks naar Noorwegen geweest met 2 vrienden. En toen heb ik overal in huis koekjes verstopt voor mijn vriendin. En dan gaf ik cryptische aanwijzingen waar ze lagen. Hé, is dat romantisch of niet, hè? Ja, toch? Moet je deze horen? De eerste was al, die was goud. Die was gewoon goud. Het is voelbaar goud. Het was geweldig. Kijk, wat we gedaan hebben is dit. Wij hebben thuis een zilveren bestek. En we hebben ooit eens een keer zilveren bestek gekregen van mijn ouders. En dat gebruiken we alleen, dat is een belangrijke toevoeging. Gebruiken we alleen eerste kerstdag. Eerste kerstdag, zilveren bestek. Je moet schoonmaken, zo. Hop gedoe. Dat is 1 dag per jaar, zilveren bestek. Kerst. Nou. En dat is in zo'n cassette. En toen heb ik onder die cassette 10 koekjes gelegd. Weet je? Ze zijn per 2 verpakt in folie, dus ze blijven vers. Weet je? Ik ben niet debiel. En dat ligt dan allemaal. En toen belden ze me op de eerste dag. Hoe is het daar? Ja, is het leuk en zo? En is het nog steeds licht? Ja, is het nog steeds licht. Het is altijd licht, namelijk in de zomer. Dus aha, super. En toen zeg ik, heb je zin in wat lekkers? Oh, je hebt koekjes verstopt. Ik zeg, ja. Zegt ze, waar zijn ze? En toen gaf ik er deze aanwijzing. En die aanwijzing was, je kan niet altijd eerste zijn. Snap je? Niet eerste is tweede. Tweede is zilver. Zilveren bestek. Voilà. Ja, ik heb een hele slimme vriendin. Het is AIVD-niveau. Geweldig. Maar goed, dan kreeg ik na 8 minuten een sms'je. Waar zijn ze? Waar zijn ze? Waar zijn ze? Waar zijn ze? En toen gaf ik een tweede aanwijzing. En het was gewoon, dat is een inkoppertje. Het kinderke Jezus is er ook gek op. Kinderke Jezus, kerstbestek. Klaar, toch? Kreeg ik na een half uur een sms'je. Had ze in de kelder alle kerstspullen had ze uitgepakt. Dus uiteindelijk had ze bij de 6e aanwijzing. En die was, kijk maar, onder het zilveren bestek. Schatje. Hey, maar we zijn meester in datgene. Weet je, voor het eten. Daar zeg ik toch niks geks mee. We hebben allemaal moeite om niet te veel te eten. Want het is overal, de hele tijd. Elke straat waar je loopt, de lekkerste bakkerijen. Weet je, overal zijn shawarma-tenten. En nu weer die oliebollen shit. En overal die geuren. En het is allemaal zo lekker. En zo goed gemaakt ook. En weet je, en dan kost dat gewoon moeite om niet te veel te eten. Dan is het toch niet zo intelligent om 's avonds op tv al die kookprogramma's te hebben. Huppakee, ben je er net vanaf, begint het weer, weet je wel. En ik ben ook gek erop. Ik hou ook van Yvette van Boven, vind ik leuk. Jeroen Meus vind ik leuk. 24 Kitchen, kijk ik ook. Dat is gewoon, dat zou verboden moeten worden, 24 Kitchen. Want dan zit ik het laatst, zat ik s'avonds zit je een beetje te seppen. Weet je, en ik ga pas om 2:30 of zo naar bed. 2:30 s'nachts zit ik te seppen. En zijn ze op 24 Kitchen mayonaise aan het maken. Mayonaise. En toen zeiden ze nog van, een beetje citroen erin. Ja, doe maar een beetje citroen erin. En ik zag het zo. En ik kon er niks aan doen. Ik ben naar de keuken gelopen, achterwaarts op, terwijl ik bleef kijken. En toen heb ik zo een pot mayonaise uit de koelkast gepakt. En die heb ik voor de tv, 's nachts om 2:30. Ik moest... Gelukkig zaten mijn vingers nog aan elkaar, maar ik moest dat proeven. Ah, man, ik vind maar... Oké, nee. Ik heb altijd 4 soorten mayonaise in huis. Niet 4 potten, 4 soorten. Gewoon altijd. Ik vind het zo lekker. Weet je wat ik heel lekker vind? Sansa mayonaise uit een tube. Zal ik je uitleggen hoe dat zit? Weet je, ik hou echt van rode wijn. Ik hou van een beetje zware wijnen. Weet je, de Malbec-druif en de Shiraz-druif. En dat is heel lekker als je tussen de glazen door, tussen de slokjes door, even iets eet. Een vetje in je mond, weet je. Dus een beetje salmpje of zo, een beetje wat eten. Weet je wat lekker is? Dan de wijn en dan zo'n tube mayonaise en dan... Oh my god, man. Oh, zo lekker. Maar kijk, we eten te veel suiker. Er is niks mis met suiker, maar we eten gewoon factor 10 te veel suiker krijgen we binnen. Dan is het toch niet zo heel slim dat het allerleukste kookprogramma Heel Holland Bakt is. Dat is toch niet slim? Het hele idee van Heel Holland Bakt is toch van, bij ons mislukt het ook, ga nou maar bakken. Weet je wel, met nadingen. En het is een hartstikke leuk programma, 3 miljoen kijkers, iedereen kijkt ernaar. Dat programma moet heten Heel Holland Diabeet. Dat zou een eerlijke titel zijn. We maken elkaar gek, jongens, de hele tijd. Weet je, het wordt gewoon te vol overal. De huizenprijzen schieten omhoog. We gebruiken veel te veel grondstoffen. De lucht verkloot helemaal. Er zijn gewoon te veel mensen. Dan is het toch niet slim dat er nog steeds kinderbijslag is? Weet je, als je kinderen krijgt uit liefde, supergoed, daarvoor zijn we op deze aarde. Maar je hebt toch niet van overheidswegen mensen die twijfelen nog een setje mee te geven? Ja, ik weet niet zeker. Ik weet ook niet. Oké. Doe dat niet.
De wegen zijn overvol. Hè? We hadden laatst het nieuwe Nederlandse record file. 1100 kilometer file. Ik wist niet eens dat het paste in Nederland. 1100 kilometer file. En nog steeds doen bedrijven aan reiskostenvergoeding. Nee joh, ga maar lekker ver weg van je werk wonen. Wij betalen wel. Dat is toch niet slim? Hetzelfde met vliegen. We vliegen gewoon te veel. Ik ook. Ik heb er ook moeite mee. Ik ben naar Noorwegen geweest. Ik heb mijn dingetje afgesproken in mijn hoofd, met mijn stemmetje. Ik mag nog 1 keer per jaar. Dat is, misschien wordt het 0, dat probeer ik. Iedereen moet het zelf weten. Het is te gek vliegen. Weet je wel. Ik gun ook iedereen dat je een keer naar New York kan. En dat je een keer naar Australië kan. Het is super gaaf. Maar op een gegeven moment is het te veel. Weet je wel. Hier boven Amsterdam hebben we... Je hebt gewoon geen heldere dagen meer. Vanaf 2 uur begint het al met die witte strepen. Het is nooit meer echt helemaal helder. En dan vind ik, dan moet je iets doen. Weet je. Maar iedereen moet het zelf weten nogmaals. Weet je. Maar ik vind wel dat het toch raar is om mensen die vaker vliegen, om die te stimuleren om nog vaker te gaan vliegen. Met de frequent flyer card. Dan ga je gewoon mensen belonen die heel vaak vliegen. Dat zijn dan net de gasten die het verkloten voor de rest van de wereld. Ja, toch? Ik vind mensen met een frequent flyer card, die moet je gewoon op straat na kunnen sissen. Dat je eventjes, ja, die moet je herkennen met een stempel in hun nek. Of een raar kapsel, Kim Jong-un kapsel, dat je ze gewoon ziet lopen. En dat je gewoon weet, van dat je hebt een frequent flyer card, dat je als ze langslopen, dat je even zo. Ja. Ik vind als je 3 keer per jaar vliegt, dan moet je in Schiphol, moet je in het scanapparaat gewoon in je onderbroek. Dat iedereen kan zien, dat is een drietje. Weet je? Ik vind als je 4 keer per jaar vliegt, wat mij betreft, elk vliegtuig kan me niet schelen hoe ze het voor elkaar krijgen. Maar in elk vliegtuig waar je zit, naast je een jankende baby die zijn luier vol schijt de hele weg. Huppakee, trechter erop met vreten, schijten, kring. En ik vind als je 5 keer per jaar vliegt of meer, wat mij betreft, gevangenisstraf. Een week. Ga maar lekker daar zitten spelen met je frequent flyer card. Gek dat je er bent. Je verkloot het voor de rest van de wereld met je schijnheilige gevlieg. Stop ermee. We maken elkaar gek, jongens. De hele tijd. Met geld toch ook? Met geld. Weet je, ik hoop dat je allemaal een beetje geld hebt. Hè? Dat je misschien een keertje spaart voor een vliegreisje. Hè? Of lekker uit eten. Of iets anders leuks. Maar je hebt een beetje geld. En nou ga ik iets zeggen. Ik weet zeker, er is niemand hier zo jong dat hij het niet meer weet. Iedereen heeft dit meegemaakt. Vroeger had je spaargeld, had je rente. Weet je het nog? Ja, hadden we rente. En het is er nu niet meer. Nee, de rente is op. Hij is weg. Ik weet niet waar die heen is, maar er was altijd rente, toch? Er was altijd rente. Het is er niet meer. Ik weet alleen dat je in Turkije krijg je nu op een spaarrekening 24%. De rente is naar Turkije. Turken zitten hier. Ik snap het niet. He, maar ondertussen wordt ons wijsgemaakt dat het geld meer moet worden. He, dat is bedacht namelijk, het is een ideetje. He. Rente is gewoon een ideetje, het is bedacht door economen. Er staat nergens dat geld meer moet worden. He, want geld, hoezo moet geld meer worden? Geld is een ding. Weet je, dit wordt even de eye-opener van de avond. Dingen worden niet uit zichzelf meer. Heb je hem? He, dat is een beetje hoe het werkt in het leven. Een ding wordt nooit uit zichzelf meer. He, je gaat vanavond echt niet thuiskomen op je bank zitten en denken, ik had toch een 3 zits, hoe ken je nou? Weet je wel? Of dat je na 3 weken vakantie thuis komt en er ligt zo'n staafmixer op je aanrecht. Ja, wie heeft dat ding nou weer in de zon gelegd, zeg? Een nieuwe kopen. Nee, dingen worden niet meer. Geld wordt niet meer uit zichzelf. Natuurlijk wordt het niet meer. Maar ons wordt wijsgemaakt van wel. Met al die reclames, de hele tijd zijn ze bezig. Op de radio, op de tv, dat je moet beleggen. Hè? Die vreselijke ABN AMRO-reclame. Hoekedoe, pang! Ja? Pang, pang, doe op pang! Hoekedoe, en een risicootje moet je ook gaan doen. Je ook een risicootje. Nee, we gaan er weer worden over. Hè? Met Evi van Landschot. Ja, beleg is voor iedereen, beleg is voor niemand. Aandelen is voor helemaal niemand, zal ik je uitleggen. Tot voor 20 jaar geleden waren aandelen was een heel goed middel voor multinationals om aan geld te komen, om uit te breiden, te groeien en te innoveren. De laatste 20 jaar zijn aandelen een molensteen om de nek van de economie en de oorzaak van bijna alle grote problemen op de wereld, wereldwijd. Omdat aandelen, zal ik je uitleggen, aandelen zitten genoteerd op de beurs en die koers die moet hoog blijven. Want als de koers zakt, wordt het bedrijf overgenomen. Ze moeten die koers hoog zien te houden. Ze worden ze gewoon overgenomen. Laatst met Unilever was dat ook een probleem. Koers moet omhoog. Wat doen ze? Ze zorgen dat er heel veel winst per aandeel is. Dus ze zijn alleen maar bezig, de multinationals, met winstmaximalisatie. En het kan ze geen reet schelen hoe die winst omhoog gehouden wordt. Of ze nou mensen moeten ontslaan om kosten te besparen. Of dat ze het milieu moeten verkloten. Of dat ze belasting moeten ontwijken via Ierland. Of weet ik van wat allemaal. Ze doen het gewoon allemaal. Aandelen, begin er niet aan. Het is voor helemaal niemand. Bitcoins, derivaten, aandelen. Het zijn allemaal financiële producten uit de aars van Satan. Doe er niet aan mee. Nee, ik weet niet. Ja. Stink er niet in, alsjeblieft. Het is echt de grootste ramp die we hebben. Iedereen hijgt er maar achteraan. Groei en meer winst. En weet je, kijk je wel eens naar RTL Z. Weet je, RTL Z, daar heb je toch wel eens dat je in slaap valt en dat je dan kotsend wakker wordt en dan staat hij opeens op RTL Z. Dat heb je wel eens.
is dat nou? Bij RTZ doen ze nog de aandelenkoersen. En de aandelenkoersen veranderen gewoon de hele tijd. Die verspringen de hele tijd. Want die worden 100 keer per seconde worden die bekeken door miljoenen computers wereldwijd. Wat ontzettend veel energie kost. Dat is gigantisch hoeveel CO2-uitstoot is dat. Maar er wordt 100 keer per seconde gekeken wat een aandeel waard is. Want het kleinste verschil, als je heel snel koopt en verkoopt, bam, beetje winst. Weet je. Moet je toch voorstellen. Dat is totaal gekte. Moet je voorstellen dat je ergens een mok gaat kopen en dat je vraagt, Zullen we gewoon een uur per maand aandelen verhandelen? Uur per maand. Dat is het dan. En dat doen we ermee, de rest van de maand. Ja, dan kunnen ze dat hele RTL Z opheffen, wat de grootste geldverspilling op de Nederlandse tv is. Dat is schandalig en nog veel erger als al die horoscoopprogramma's en die tientjes avonds. Dit is zo veel erger. En dan staan daar bij RTL Z staan opgeleide mensen, die hebben een universitaire opleiding. En die verdienen hartstikke goed, die hebben van ons geld gestudeerd. En dan staan ze te kakelen over waarom de aandelen of omhoog of naar beneden zijn gegaan. They don't have a fucking clue. Hey, ze kijken ook altijd naar de camera, want de microfoon hangt hier. Ze lullen totaal uit hun nek. En dan staan ze zo... Nou nee, ik denk dat de aandelen zijn 0,03% punt zijn ze gestegen. En dat komt waarschijnlijk omdat in Chili is noordoostenwind. Heb je anders nooit. Dus ja, de papegaaienoogst is ontzettend mislukt. En dat moet allemaal via Panama-kanaal. En ze vinden... Dan ga je in aandelen en dan heb je een beleggingsadviseur heb je dan nodig. Hè? Heb je een aandelen, beleggingsadviseur, ik weet niet of er misschien vanavond één in de zaal zit, maar doe in godsnaam wat anders met je leven, man. Of vrouw. You're wasting your time. Kijk, een beleggingsadviseur die gaat jou vertellen in welke aandelen je moet beleggen. Maar ze weten het niet. Want als jij weet welk aandeel meer waard wordt, dan ben je multimiljonair. Leen je 1 miljoen, koop je het aandeel, verkoop het weer, bam, winst is voor jou. Dan ben je in een jaar ben je multimiljonair. Maar ze weten het niet. Het feit dat beleggingsadviseurs, dat ze op een kantoor werken, dat is bewijs dat ze niet kunnen. Ja, toch? Leuke quote. Het is toch... We maken elkaar gek, jongens. Het is... Weet je nog, vroeger had je... Ook niet zo heel lang geleden, dat je langs de weg reed en had je trek en langs de snelweg en had je trek en dan kocht je dan als je honger had, weet je, een zakje chips of een reder of een bifi-worstje. Maar goed, iets met maagzuur. Maar dat was niet goed genoeg voor ons, want wij zijn mensen, weet je, het moet altijd beter en moet altijd weer. Dus toen kwamen ze met broodjes, weet je, witte en bruine bolletjes met of zonder kaas, met of zonder boter. En dat was ook weer niet goed genoeg, dus toen kwamen er ook nog krentenbollen bij met of zonder kaas, met of zonder boter. Een range aan keuzes had je. Dat was ook weer niet goed genoeg. Toen kwamen ze in 2000 met de sandwiches. Hè? De tankstations moesten sandwiches komen in die driehoekverpakking. Hè? Die zijn er nog steeds. Het staat ook op dat ze onder beschermde atmosfeer zijn ze verpakt. Dat betekent dat er een soort gas in zit waardoor er geen zuurstof bij kan. En dat is dan, ja, omdat dan de ijsbergsla die erin zit, 5000 jaar knapperig blijft. Hè? Struit had is het altijd een homp tonijn bagger. Maar ja, de ijsbergsla, die is lekker knapperig. Maar ja, dat is ook weer niet goed genoeg voor ons, hè? Want wij zijn mensen. En nu is het zover, je weet dat het waar is. Nu is het al zover dat elk tankstation waar je komt, is een bakkerij voor je aan het werk. Er is een oven, er wordt allemaal vers afgebakken. Er zijn allemaal mensen in uniformtjes, er zijn allemaal bakken met beleg. Dat je het precies zo kan beleggen zoals jij wil. En als jij een wit pistoletje wil, dan bakken ze dat voor je af. Een vers wit pistoletje of een vers bruin pistoletje. Of met speld of zonder speld. Of glutenvrij of een ciabatta of een keizerbreutje. Weet je, of je... Nee, ik wil graag een volkoren speld croissant met extra gluten erin. Ja, gaan we doen. Regelen. Ik was bij een supermarkt, ja, en het was 5 uur 's middags. Dus het werd een beetje druk, hè. Mensen gaan natuurlijk van hun werk, snel eventjes nog wat eten kopen. En dus kwam een rij. Er waren namelijk maar 2 kassas open, dus bij alle tweede kassa stond een rij van een man of 8 à 10. En de andere 4 kassas waren dicht, dus de mensen begonnen te morren. Hè. Dan krijg je morrende mensen, krijg je dan. Staan ze erop? Hè, zet ze dan niet neer, die kassa's. Als je geen mensen hebt, hoef je ook niet neer te zetten. Hè, dan is er gewoon, we staan erop. Beleggingsadviseur. En ik kwam daar aanlopen en ik heb een oud telefoontje, maar stopwatch zit erop. Ik denk, ik ga gewoon eens kijken hoe lang het duurt voordat ik aan de beurt ben. Ik klik het in, na 2 minuten en 10 seconden was ik vrij man. Had ik afgerekend en kon ik weer naar huis. 2 minuten en 10 seconden. Supermarkten, dat zijn gebouwen met eten uit de hele wereld. Weet je, er is quinoa uit Peru.
We hebben cashewnoten uit Zimbabwe, kan je daar krijgen. En die worden gepeld in India, omdat in Zimbabwe vinden ze die velletjes een beetje te giftig. Weet je, we hebben wijn uit Californië, we hebben vlees uit Nieuw-Zeeland, we hebben dolma's uit Griekenland, we hebben vijgen uit Turkije, we hebben appeltjes uit Spanje, we hebben garnalen uit Thailand. Gewoon eten uit de hele wereld. Is er altijd verse aardbeien midden in de winter. Het is er gewoon altijd. Ja, dat is nog nooit. Wij zijn keizers. Het is nog nooit in de geschiedenis van de mensheid is het voorgekomen dat er gebouwen waren waar je van 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds al het eten uit de hele wereld kon krijgen. Sushi rijst uit Japan hebben we. Natuurlijk hebben we dat. Alles hebben ze. En het enige wat je hoeft te doen is het op te pakken, in je mandje te doen en naar de kassa te gaan. En zelfs dan is 2 minuten wachten. Godverdomme, wat een tabakstok. We zijn elkaar gek aan het maken. Misschien, weet je wel. Vandaag besteld, morgen in huis, dat is toch al volkomen normaal. Het is nu al vandaag besteld, voor 2 besteld, voor 9 uur 's avonds in huis. Hè? Volgende stap is natuurlijk, vandaag besteld, ja, we zijn er al. Ja, en die gedachte, hè? Ja, ik ga niet meer doen. Weet je, het wordt tijd dat er een klein rampje gebeurt in Nederland, zat ik te denken. Gewoon een klein rampje. Een klein. Ik zat te denken aan een week geen stroom. Weet je, 1 of 2 dagen, nee, maar gewoon een week geen stroom. En dat je ook weet dat na die week is het weer goed. Dus geen tv, even geen telefoon. Hè? En dat je diep, na 2 dagen je diepvriezer moet leegvreten. Weet je ook of het daar allemaal in zit. Ja, toch? Hè? En mensen met een open haard, hè? Dat zijn de helden in de straat dan opeens. En ik denk dat we dan met elkaar gaan praten. En ik denk dat we er dan achter gaan komen gedurende die week. Dat tussen de ondergrens, van dat je de basisbehoeften hebt voor elkaar hebt. En de bovengrens. Waar we al lang voorbij zijn gegaan met z'n allen. Dat het gebied daartussen, dat is het gave gebied. Dat is het stukje waar het leven de moeite waard is. Waar het echt leuk is. Weet je, ik was naar Noorwegen geweest. Toen vlogen we terug vanuit Oslo. En het was een prachtige zomerdag. Het was glashelder weer, maar het stormde heel hard. Waardoor we heel laag bij de landing vroegen we vrij laag. En die werd al ingezet boven de Flevopolder. En ik had de Flevopolder eigenlijk nooit zo van boven gezien. Van zo dichtbij. En we hebben natuurlijk de Flevopolder gewonnen op de zee. Hè. We mochten met die polder doen wat we wilden. En dit is het geworden. Het is zo lelijk. Ja, het zijn, als je er van boven overheen gaat, dan pas valt het je op. Het zijn allemaal rechthoekjes met eten voor ons. Alles is alleen maar voor ons. En je weet elk landschap wat de moeite waard is. En of je nou door de Achterhoek rijdt, of door Frankrijk, of door Engeland, weet je. Dat is met kronkelweggetjes en weet ik wat. En een heg. Een heg voor de mussen en de roodborstjes en de vinkjes. En misschien hier en daar is een boom voor de spreeuwen en een uil en greppels. Voor een vosje of ringslangetjes. Maar dat hebben ze daar allemaal niet. Het is gewoon één vlak land met allemaal rechthoekjes voor ons. En dan zie je zo heel ver weg. Daar ligt de Oostvaardersplassen. Dat ligt aan de kop zo. En als je die vanaf de lucht ziet, dan zie je gewoon, daar is een bom ontploft. Daar is een atoombom. Het is helemaal kaal. Het is totale kale vlakte. Er is niets meer. Alle bomen zijn kaal gevreten. Ze zijn ook allemaal dood. Er zijn geen braamstruiken meer. Er is gewoon helemaal niks meer. En je kan er natuurlijk doorheen rijden, hè, met de trein. En dan zie je die grote grazers hier daar staan. Maar ja, die kunnen geen kant op. Want er staat natuurlijk een hek omheen. En die staan dan ook allemaal zo tegen elkaar aan te kijken van, hoe zijn we hier nou in terechtgekomen? Ja, maar dat zijn natuurlijk stomme dieren, die grote grazers. Ja, want er is gewoon veel te weinig eten. Ze kunnen geen kant op, maar dat fokt maar door. Weet je, elke lente weer, heppakee, en dan gaan ze weer, weet je. Dat is gewoon zo dom. En elke keer als ik er doorheen rijd met de trein, dan denk ik, dit is gewoon wat wij met de aarde aan het doen zijn. De aarde is ook een hek omheen, we hebben namelijk maar 1 aarde. En wij fokken ook maar door. En we zijn ook alles aan het kaalvreten. Weet je, ja, ik ben een beetje activistischer geworden. Weet je dat 80%... 80% van alle dieren op deze aarde zijn er voor ons. Om op te eten, om eieren te leggen of melkproducten te maken. 80%. Nog maar 20% van de dieren mag een vrij dier zijn. En zelfs daarvan bleek uit cijfers laatst dat we ongeveer de helft alweer kapot weten te maken. We hebben natuurlijk geen insecten meer, zijn er over gewoon. We hebben in de afgelopen 20 jaar is het gelukt om 70% van de insecten in West-Europa kapot te maken. In 20 jaar. 70%. Wat gewoon de basis van de voedselvoorziening is. Hè. En ik heb mensen gesproken. Heb ik persoonlijk gesproken. En die zeggen dat al die insecten verdwijnen. Dat komt echt niet door het landbouwgif hoor. Nee, dat komt omdat ze werken. Dat moeten ze onderzoeken. Maar het is niet het landbouwgif. Het komt door de dat moeten ze onderzoeken. We hebben natuurlijk ook geen weidevogels meer. Kievieten zijn weg. 20% is erover. 30% gutto. Vroeger als ik zat te vissen in het weiland had je
Kleverinkjes, die vliegen dan zo omhoog en dan blijven ze in de lucht hangen zo. En dan fluiten ze en dan gaan ze weer naar beneden. Nul. Zijn er gewoon niet meer. Zijn geen leverinkjes meer. Weet je, en het komt omdat, weet je, die velden van ons, die zijn vol met koeien. En dan moeten zoveel mogelijk koeien op één weiland. Voor efficiëntie moet dat. En al die mest die ze produceren, die moet uitgereden worden, weet je. En dan zit je daar als kievit lekker op je eieren, krijg je 2 keer per week. Dan krijg je een lading stront in je nek. Nou, het broedt niet lekker. Het broedt helemaal niet prettig. Dus toen probeerde ik, dus dan denk ik, weet je, we moeten wat veranderen. En dan, ik probeer me ook een beetje wat te doen met mijn stemmetje in het reine te komen. Ik hoorde dat we 500.000 dieren per dag worden er in Nederland doodgemaakt. Voor ons, voor de consumptie, 500.000 per dag. Toen dacht ik begin dit jaar 2018, ik ga eens proberen of het me lukt om vegan te zijn. 1 dag, gewoon 1 dag per week, geen dierlijke producten, weet je. Dat je 's morgens opstaat, lekker krantje lezen, kopje koffie, beetje melk erin, af. Je bent altijd af, je bent gewoon, het is ongelooflijk waar allemaal dierlijke producten in zitten. Het is gewoon, het lukt me bijna geen enkele dag om het voor elkaar te krijgen. Weet je, en ik heb 5 jaar geleden zelfs een speciale oven gekocht met een draaispit. Het was heel moeilijk te krijgen dat ik zelf kippetjes kon, weet je, met zo'n rotisserietje. Nou, ik mag niet meer van mijn stemmetje. Nee, ik mag van mijn stemmetje nog 1 keer per 6 maanden een kip roosteren. Dus ik heb nog 4 maanden verheugen voor de boeg. Maar ik denk dat we iets moeten doen met z'n allen. Ik denk ook wel iedereen dat wel snapt en wel aanvoelt. Kijk, ik heb het gevoel dat we als mensheid, ja, op een reis zijn. Noem het Journey to the Stars, maar dat we ergens naartoe zijn. Ik heb het gevoel dat we ergens naartoe aan het gaan zijn. En dat zie je aan allerlei cijfers. Bijvoorbeeld de kindersterfte neemt wereldwijd af. Het aantal meisjes wat naar school gaat neemt wereldwijd spectaculair toe. De homorechten nemen overal toe. Er zijn steeds minder gewapende conflicten. Weet je, en dan zie je gewoon dat we gaan ergens naartoe met z'n allen. En ik heb het gevoel dat wij ergens naartoe aan het gaan zijn, maar dat er mensen zijn die het geen reet interesseert en alleen met zichzelf bezig zijn en gewoon het kapot maken weer. En het zijn bijvoorbeeld CEO's van grote bedrijven die met 15 tegelijk in een zwart busje naar Mark Rutte toe gaan. Ik vertrouw ze niet meer, joh. Ik vertrouw die gasten niet. Wat zijn we aan het doen daar? Wat zijn we aan het bespreken, weet je wel? Ik vertrouw de supermarkten niet. Als ze zeggen dat ze voor onze gezondheid dingetjes doen. Met gezonde keuzefeetjes. Ik vertrouw ze gewoon voor geen centimeter. Ik vertrouw de directie van Schiphol niet. Ja, we kunnen doorgroeien, mits. Maar we kunnen, nee, ik vertrouw jullie gewoon niet, gasten. Ik vertrouw de banken zeker niet. Banken zeker niet. De ING-bank die 750 miljoen euro boete kregen ze. En die hebben ze gewoon in 1 keer betaald en toen hadden ze nog 2 miljard winst. Dan vertrouw je die gasten, die kan je toch niet vertrouwen? Kijk, vertrouwen is de basis onder de mensheid, dat denk ik. Ik denk dat elkaar vertrouwen de pilaar is onder onze beschaving. En daar moet gewoon niet aan getornd worden en ik vertrouw ze gewoon niet meer. De multinationals, de banken, waarom doen ze al die dingen? Waarom vertrouw ik ze niet meer? En ze klooien omdat het gewoon kan. Ze worden niet meer er zijn regels nodig, ze moeten beperkt worden. Bijvoorbeeld overvloed, daar kunnen we helemaal niet tegen. Weet je, dat zie je aan miljonairs. Dan heb je een miljonair, hè, die hebben overvloed, die hebben geld zat. En dan hebben ze een fles champagne voor 500 euro. En wat doen ze ermee? Gaan ze ermee spuiten. Ja? Gek, doe dat dan met een fles Spaarrood. Kun je het 500 keer doen, kom niet zover. Of in het Midden-Oosten, dat ze dan bij 40 graden boven nul gaan ze gewoon een ijsbaan bouwen. Gewoon omdat het kan. Weet je, er zijn geen beperkingen meer. En we hebben beperkingen nodig, allemaal. En dat geldt niet alleen voor rijke mensen. Iedereen hier heeft het. We hebben allemaal, moeten wij beperkt worden. Hé, je zit op de wc en je bent klaar en je kijkt opzij en er is een verse toiletrol. Dan doe je toch graag. Hè? Maar als je klaar bent en je kijkt opzij en het is heel dun, dan denk je hè? En dan begin je met 3 velletjes, een hele andere techniek. En dan ga je denken, misschien moet ik het harde binnenrolletje ook gebruiken. Ik weet het niet, toch? Dan gaan we denken, dan komt het in werking hierboven. Dan zijn we wat. Weet je, wij hebben ooit gewonnen van andere menssoorten. Wij zijn de enige menssoort die hebben overleefd. De Neandertalers, de Australopithecus, er zijn wel 15 homoniden geweest, homo-mensensoorten. En wij hebben gewonnen. En waarschijnlijk hebben we gewonnen, los van het feit dat we geleerd hebben elkaar te vertrouwen en daardoor in grote groepen konden samenwerken. We hebben ook gewonnen omdat we rete goed zijn in het oplossen van problemen. Dat vinden we geweldig. We zijn de laatste tijd ook rete goed in het maken van problemen, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat vinden wij gaaf. Dan pas gaat het ons werken. Dat is waar we voor gewired zijn. Wij zijn niet zo goed in tussen 2 palmbomen in een hangmatje een beetje over een kabbelend zeetje uitkijken. Nee, joh, dat is niks. Ja, klinkt leuk op je vakantie, weet je. Want dan doe je het 2 dagen. En de 3e dag denk je al van, nou, toch eens kijken wat de hobby's van de serveerster zijn. Hè? Wat gebeuren? Er moet altijd wat bij ons. Wij hebben schaarste nodig. Wij hebben beperking nodig. Anders werkt het niet. Daar ben ik ook tegen gratis. Ik ben een enorme tegenstander van dingen die gratis zijn. Ik noem het de geestel van gratis. Alles wordt betaald met reclame en zo. Er zijn nog steeds van die
van die marketingmannetjes, ik noem ze marketingmonstertjes, die daarmee werken. Twijfel is één gratis. Hè? En dan zeggen ze, ja, maar het werkt toch? Het werkt toch? Ja, het werkt, ja. Maar je draait aan het verkeerde knopje. Je maakt de wereld kapot. Je bent de boel lelijk aan het maken. Je moet niet aan het knopje van gratis draaien, want het werkt niet bij ons. Weet je, je maakt een salade niet zwaars. En er zit tonijn in, dan ga je naar de supermarkt en dan koop je een blikje tonijn. En dan hebben ze twee blikjes tonijn voor de prijs van één. Eén blikje gratis. Dan neem je dat blikje toch mee, want je hebt nul verlies. Je verliest niks. En je neemt het mee en het eet geen brood, weet je wel. Het rot niet weg. Heb je het maar in huis, waarom zou je het niet doen? Dus je neemt het mee, je gaat met twee blikjes naar huis. En dan maak je 's middags salade niet zwaar. En dan zit je 's avonds lekker een beetje te binge-watchen een of andere serie. En is het 10:30, is er nog wat lekkers in huis? Oh ja, we hebben nog de tonijn, de gratis tonijn. En dan maak je het blikje open, dat maak je een beetje aan met een beetje olie en een beetje ketchup. Klein beetje mayonaise natuurlijk erin, altijd een zuurtje. Ik pak altijd een kappertje. Klein beetje wasabi erin, super lekker. Beetje peper, beetje zout, goed door elkaar mengen. Dat is erg belangrijk, dat het een beetje smeuïg wordt. Lekker op toastjes, super lekker. Maar ondertussen heb je al twee blikjes tonijn op terwijl je maar één blikje nodig had, snap je? En de volgende twee weken later wil je weer een salade niet zwaar. Je komt in de supermarkt en nu hebben ze drie blikjes voor de prijs van twee. Hè? 33% korting, weer een blikje gratis. Je neemt het mee, eet geen brood, heb je het maar in huis. Altijd lekker, tonijn, heerlijk. En vier weken later heb je weer zin in een salade niet zwaar, want er begint toch een zekere verslavende werking van uit te gaan. En je komt nu bij de supermarkt, nu hebben ze vier blikjes voor de prijs van drie. Denk je, toch een gratis blikje, 25% korting, die van mijn eigen portemonnee. En je neemt het mee. En dit systeem gaat door tot je uiteindelijk aankomt bij 25 blikjes voor de prijs van 24. Dan pas stoppen de mensen. Dan pas denken ze, nesten van sjouwen. En er is nog een mechanisme. Er is nog een mechanisme waar ze altijd mee klooien en wat de wereld lelijker maakt. En we hebben het allemaal. We hebben er allemaal last van. Ik ben er vanaf. Ik heb er moeite voor gedaan. Ik heb therapie gedaan, reiki, klankschalen, Thaise massage met happy ending. De hele shit heb ik doorlopen. Ik ben er vanaf nu. Maar jullie herkennen het meteen als ik het zeg. En dat mechanisme is zo goedkoop mogelijk. Wij willen altijd alles zo goedkoop mogelijk. Als jij een liter melk bij een andere supermarkt kan krijgen, precies dezelfde melk, dubbeltje goedkoper, ga je daar toch halen? Dus goedkoper, dus dan ga je het er halen. Wij willen alles zo goedkoop mogelijk. Weet je? En het punt is, we zijn er zo op getraind. Alle reclames gaan altijd over de prijs van iets. Weet je? Het is altijd het beste service voor de laagste prijs. De laagste prijs, garantie. Het is altijd de prijs. Het is altijd maar één eurootje. We worden constant de hele tijd gek gemaakt met prijzen. Weet je? En daarom willen we alles zo goedkoop mogelijk. Maar dat doen de supermarkten dus. Want ja, daar worden ze op afgerekend door ons allemaal. Dus zorgen ze dat ze zo goedkoop mogelijk kunnen leveren. Nou, dan zetten ze dus hun leveranciers onder druk om zo goedkoop mogelijk te leveren. Die zetten vervolgens de producenten, de boeren onder druk om zo goedkoop mogelijk te produceren. Kijk, zo goedkoop mogelijk is een gif. Dat is een gif wat bij ons allemaal begint en wat langzamerhand naar beneden druppelt. En uiteindelijk is alles in de samenleving, wordt erdoor aangeraakt en iedereen is er nog mee bezig. Want alles moet zo goedkoop mogelijk. En dan moet je het niet raar vinden als die boeren niet meer bezig zijn met hormonen in het eten. Of een kieviet in de wei, of mestfraude, of bloemetjes, of gave producten of zo. Nee, ze zijn alleen nog maar bezig, want dat moet nou eenmaal met zo goedkoop mogelijk. En daarom, mede namens jullie, zeg ik, geef ons de kracht. Geef ons de kracht, al is het maar één dag per week, te gaan winkelen zonder bonuskaart. En alleen maar te kopen wat we nodig hebben. Alleen maar te kopen wat wij nodig hebben. En niks aan gratis producten mee te nemen. Geef ons de kracht. Geef ons de kracht. Geef ons de kracht om bij de kassa niet mee te gaan en al die marketingtrucjes. We hebben echt niet een nieuwe messenset nodig. We hebben zat messen. Elk laadje wat je opentrekt in de keuken, daar komen ovenschaaltjes komen daaruit. Je hoeft geen nieuwe ovenschaaltjes te hebben. Je hebt zat ovenschaaltjes. Ik heb mensen gezien die bij de kassa nog even wat snoep op de band gooiden, zodat ze aan 15 euro boodschappen kwamen om nog een moestuintje mee naar huis te kunnen nemen. Er is in heel Nederland niet één wortel of aubergine in zo'n moestuintje grootgebracht. Je geeft er twee keer water en dan denk je, dat gaat langzaam. Ik koop het wel weer, mijn groente. Geef ons de kracht. Geef ons de kracht en verlos ons van de ziekte van Action. De ziekte van Action is dat je een winkel binnengaat met als enige gedachte, ik ga wat kopen. En bij de Action kan je alles kopen. Alles is binnen budget. En dan kom je de Action binnen en dan ruik je de zoete weeëngeur van de plastic weekmakers en de kinderarbeid. En dan kijk je om je heen en zeg je, ja, kijk Henk, wat leuk. Tuinkabouters voor maar 89 cent. We hebben helemaal geen tuin. Nee, maar kijk dan hoe leuk ze zijn. Handgeschilderd uit China, hoe doen ze het? Hè? Hoe doen ze het? We hebben geen tuin, we nemen er vier. We kopen gewoon vier van die dingen. Is toch leuk? Zetten we op het toilet neer, is altijd leuk om ergens om naar te kijken. Geef ons de kracht, geef ons de kracht. Geef ons schaarste. En het is niet alleen producten, het is ook tijd. Als onze tijd schaarser wordt, dan pas gaan we er goed mee om. Als je jong bent,
en je hebt tijd in overvloed, dan strooi je ermee. Dan heeft het geen betekenis bijna. Weet je, ik ben nu ouder, ik ben 60. En ik voel, en dat gaat helemaal vanzelf, hoef je niks voor te doen, dat de tijd anders is geworden. Ik noem het dikker. Ik heb het gevoel dat tijd een andere betekenis krijgt. Vergeleken met vroeger, toen ik 19 was, heb ik een keer 2 weken lang naar een golftoernooi zitten kijken op BBC. Het interesseert me geen reet. Het heeft me nooit geïnteresseerd. Ik heb gewoon zitten kijken. Gewoon kijken, om het kijken. En zo is het gewoon als je jong bent, weet je. Dan strooi je met tijd. Niks is belangrijk, niks is onbelangrijk. Dat is als je jong bent. Als je ouder wordt, dan krijg ik... En het is niet zo dat ik nu haast heb, omdat ik 60 ben. Dat ik opeens een soort bucketlist heb van dat wil ik nog doen. Wel, nee. Ik kan me nog steeds vervelen. Maar als ik me nu verveel, is het anders. Dan verveel ik me, ja, intens, zou ik maar zeggen. Weet je, dat mensen om me heen denken dat ik gereanimeerd moet worden. Dat niveau. Weet je, als ik jong was, ach man, ik weet nog, ik was 20. Ik had een huisje hier in de Landbouwstraat. Landbouwstraat nummer 98, daar heb ik gewoond. En ik had een kleine slaapkamer en een kleine woonkamertje, weet je. En dan ging ik stofzuigen. En dan moest ik nog een klein stukje in de slaapkamer doen. En dan stond mijn snoer strak. Weet je, maar dan niet even rustig de stekker eruit halen. En in een ander stopcontact. Nee, dan ging je proberen op de rek van de slang. Probeer je nog zo een beetje in het krijgen. En uiteindelijk word je giftig. En dan ga je nog niet naartoe. En dan trek je zo aan het snoer. Tot je uiteindelijk die hele wandcontactdoos met pluggen en kalk en al de muur uit de muur hebt getrokken. Of in de keuken, dat je dan een keukenla opendeed, bestekla. En dan was er 1 vork verkeerd om gaan zitten. Die boort zich in het hout. Je kan er net niet bij om terug te duwen. En wat ga je doen dan? Nou, dan pak je het hout van het beet. En dan ga je net zwaaien heen en weer tot er wat gebeurt. Ja, en uiteindelijk sta je met het hele voorfrontje sta je in je klauwen. Ja, nou kan je erbij. Ja, kan er altijd bij. Kan er altijd bij vanaf nu. Nou, dat heb ik nu onder controle. Tijd wordt dikker als je ouder wordt. Niks voor te doen. Ik zal je vertellen hoe tijd verandert. Ik zal je vertellen hoe tijd verandert. Ik ben niet zo'n hele handige schrijver. Ik ben niet, als ik een column moet doen, dat ik ga zitten en een poepenkref en een column uit. Ik moet altijd wandelen. Ik woon aan de rand van een meertje. Dat is ongeveer 40 minuten om eromheen te wandelen. En wat ik dan doe is altijd, ik neem een boekje mee, dan ga ik wandelen. En onderweg krijg ik ideeën. Garandeerd, altijd. Dat lukt. En het was een mooie zomeravond. En ik moest nog een column doen voor Vroege Vogels. Dus ik ben een beetje en er komt een ideetje. Oh, leuk ideetje. En ik had mijn ideetjes binnen en dan ga ik het daarna uitwerken. En ik ben aan de rand van het park en ik woon aan de andere kant van het park. En ik loop altijd door het park naar huis. En er staat op een parkeerplaatsje een auto. Met erin, verder was die leeg, staat 1 auto met erin 3 jongens met dichte ramen op een zomeravond. En die zitten erin, dus die zijn duidelijk drugs aan het gebruiken. Dat was in ieder geval wel duidelijk. Dat parkeerplaatsje ligt ook altijd vol met van die metalen patronen voor slagroomspuiten. Dus waarschijnlijk zijn ze verslaafd aan appelgebak. Ze zijn natuurlijk, dat weet ik ook wel, ze zijn natuurlijk aan het blowen met z'n drieën in de auto. Wat ook super slim is natuurlijk. Hè? Want als je met z'n drieën aan het blowen bent in de auto, dan moet er eentje uiteindelijk naar huis rijden. Hè? Maar die zal dan wel zijn adem inhouden de hele tijd. Slimpie. Nou, ik loop daar langs, minding my own business. En net op het moment dat ik er langs loop, draait die jongen het raampje open en die gooit een blikje naar buiten. En dat hoor je dan rinkel de kinkels, een energiedrankje, weet je. En je flikkert zo op straat. En ik kijk daarna, mijn oog wordt ernaar getrokken door het geluid. Maar automatisch kijk ik naar hem, maar hij keek ook naar mij. En toen begon er wat te komen, weet je. Het was een verhaal, een driehoek waar we in zaten. Want ik ben normaal een enorme conflictmeider. Weet je, ik heb enorm neiging, 3 jongens in de auto. Not my business, weet je wel. Ik loop gewoon door. Maar nu moest ik er wat mee. Ik vond het laf om er niks mee te doen. Dus ik ben naar het blikje gelopen, ik heb het blikje opgepakt. Ik ben naar die auto gelopen, ik heb het zo bij het raam gehouden. Het stond nog op een kiertje. Ik zeg, hey joh, hè, ruim ik het toch lekker voor je op? En terwijl ik het zei, verkrummel ik dat blikje zo in mijn hand. Ik weet nog steeds niet waarom. En ik wil weglopen en ik dacht, weet je, ik voelde meteen, shit, 3 gasten in een auto, energiedrankje. Dat wordt knokken, wat ben je toch een lul, man, waarom doe je dat nou? En ik voelde meteen mijn benen zo'n beetje trillen, weet je. Dat krijg je als je van de adrenaline, dat je zo'n beetje van die trilbeentjes krijgt. En ik voelde me, ik had heel lang niet meer gehad, weet je, mijn hart in mijn keel zo, goem, 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 goem. En ik dacht, ze moeten geen angst zien. Als ze angst zien, dan pakken ze me. Dus ik ging heel zelfverzekerd en heel rustig, liep ik zo, loop voor die auto zo langs. Weet je wel? En ik dacht maar 1 ding, als je de klik hoort van de deur, rennen, rennen! Er gebeurde niks. En ik gooi het blikje in het vuilnisemmertje en ik wilde ze aankijken natuurlijk. Ik wilde mijn triomf binnenhalen, maar ik denk, ja, als ik ze aankijk, net als met honden, dan slaan ze aan. Niet aankijken, Hans, gewoon niet aankijken. Weet je wel? Dus, maar ik moest daar langs om het park in te gaan, dus toen ben ik schrijlings, zonder ze aan te kijken, langs de auto, het park in gaan. En gespitst op alles, weet je wel. Oh, ze kunnen nog zo lopen. Oh, ze kunnen ook nog zo lopen. Hoekjes in de bosjes, hoekjes in de bosjes. Nou ja, na 7, 8 minuten zakte me. Mijn angst en mijn adrenaline was weer oké, rustig en ik was thuis. Toen dacht ik, Jezus man, wat heb je als je ouder wordt toch ontzettend weinig nodig om een spannende dag te hebben.
Ik kan er ook slecht tegen. Dat is echt gebeurd, hè? Ik kan er ook zo slecht tegen als mensen zeggen... Je moet stoppen op je hoogtepunt. Bij het feestje of zo, of Dirk Kuyt met sporten. Waarom zou je stoppen op je hoogtepunt? Dan weet je niet meer wat erna komt. Dat maak je toch ook maar één keer in je leven mee, wat er na je hoogtepunt komt. Waarom zou je dat niet mee willen maken? Als je wil stoppen op je hoogtepunt, ja, stop dan op je trouwdag. Mooiste dag van je leven, klaar. Dan heb je ballen. Wat moet je niet zeuren, vind ik. Weet je, kijk, ik zie het leven een beetje zo. Ik zie het leven als fietsen. Dat je een berg op fietst als je jong bent en je hebt weerstand. Je moet moeite doen, je moet overwinnen, maar je komt verder, je komt hoger. Je krijgt meer overzicht, je krijgt meer inzicht. En je wordt sterker en dan kom je hoger. En dan kom je, op je dertigste zou ik maar zeggen, op een soort vlakte. Dat is wel hobbelig en zo, maar dan weet je ongeveer wat je waard bent in het leven. En wat je kan en wat je niet kan. En dat gaat zo door. Maar er komt een moment, onvermijdelijk, dat het weer naar beneden gaat. 60, 65, misschien 70. Maar dat je als je uit de auto stapt, dat je strammig bent. Dat je niet meer zo goed tegen hard geluid kan. Dat je niet zoveel kan drinken, want dan heb je de volgende dag zo'n last van. Weet je? En dan weet je gewoon, ja, nu gaat het naar beneden. En dat is ook gaaf. Dat is net zo gaaf naar beneden gaan als die rit dat omhoog was. Dat hoort er ook bij. Weet je, er zit schoonheid in aftakeling. Daar ben ik van overtuigd. Schoonheid in aftakeling. Weet je, ik ben altijd marathonloper geweest. Vanaf mijn 18e opeens dacht ik, ik wil lopen. En sindsdien loop ik. En ik liep... Mijn trainingssnelheid was altijd ongeveer 12 kilometer per uur. En mijn wedstrijdsnelheid 16, 17. Dus ik liep 3-4 keer per week 25 kilometer. Even lekker 2 uur lopen. Gewoon omdat ik het lekker vond. Want dat is de enige reden. Ik vond het heerlijk om te lopen. En ik loop nu nog steeds. Ik loop weer elke dag. Maar ik ben in 2014 nogal ziek geworden. Dat heeft mijn hele systeem een enorme tik gegeven. En dat is niet meer helemaal goed gekomen. En ik ben ook ouder geworden. Dus ik loop elke dag. Maar mijn snelheid is nu 7,5 kilometer per uur. Ik kan niet harder lopen. Ik word ingehaald door obese vrouwen die met elkaar aan het praten zijn. Weet je, en het meertje wat ik heb, daar lopen dus, zondag natuurlijk allemaal mensen omheen te hardlopen. En dan ga ik altijd precies de andere kant op lopen, zodat ik niet ingehaald word. Zo deed ik. Maar na een half jaar was ik er door. Toen dacht ik... Toen voelde ik die pijn niet meer. En sindsdien heb ik routes bij mij, huis vandaan. Allemaal routes van, wat is het, 5 kilometer. En ik verheug me op die routes. Allemaal kleine, korte routetjes, maar ik loop langzamer, dus ik zie meer. En ik loop dan over bruggetjes met helder water. En er staan, in de winter staan daar snoekjes, zie ik dan staan. Of er zwemmen karpers in de zomer, weet je wel. En er is een stukje van de route, daar is omgevallen bomen. En die zijn verticaal. Daar zitten ijsvogeltjes in. En die hoor je heel hoog. En die zie je dan zo'n blauwe pijl. Zie je er zo naartoe vliegen. Super gaaf, weet je wel. Daar zit schoonheid in. Weet je, mijn vader is dementerend. Die is nu 6 jaar dement. Gaat de 7e in. En iedereen hier die een familielid heeft, die dementerend is. Het is zo naar. Het is zo triest om iemand van wie je houdt zo langzaam in elkaar te zien storten, geestelijk. Maar het gekke is, hij wordt, vind ik, fantastisch verzorgd in het verzorgingstehuis. En er zit ook een schoonheid in, dat ik daar binnenkom. En er zit er gewoon iemand mijn vader zijn hand vast te houden, alsof het zijn eigen vader is. Dat is zo mooi. Bijvoorbeeld, ze hadden laatst in het verzorgingstehuis... Dus er zijn 4 huiskamers en die zijn geschakeld met gangen. En die mensen, per huiskamer 4 mensen. En ze mogen daar lopen, ze mogen daar gewoon rondlopen. En ze mogen overal in, elke deur, ook als er een vergadering is of zo. Weet je, alle deuren zijn open. Dat is helemaal geen probleem. Maar er zijn 2 deuren dicht... Namelijk waar de medicijnen achter zitten en de schoonmaakmiddelen achter zitten. Dat is natuurlijk logisch. En er waren een paar nieuwe bewoners waren er gekomen. En die moeten dan wennen aan zo'n nieuwe omgeving. En dat duurt bij dementen minimaal 1 jaar. Dat gaat gewoon allemaal heel langzaam. En die liepen dan langs die deuren. En als er dan een deur was waar ze niet in mochten, dan worden ze geïrriteerd. Want dan denken ze, dit is het, weet je wel. Hier is de uitgang of hier is iets. En dan worden ze geïrriteerd. En dan lopen ze door. En dan zijn ze ook na 2 seconden vergeten dat ze geïrriteerd waren vanwege die deur. Maar die hormonen, dat irritatiedingetje, dat blijft 7-8 minuten in je lichaam hangen. Dat moet afgebroken worden, zeg maar. En dan liepen ze zo'n rondje door die gangen. En dan kwamen ze 10 minuten later weer bij die deur. Dan voelden ze aan die deur, waren ze weer geïrriteerd. En dan liepen ze weer door. En uiteindelijk waren er dus 2 bewoners die de hele tijd geïrriteerd waren. Die waren aan die deur aan het voelen. En ze wisten niet eens meer waarom, joh. En dan liepen ze tegen elkaar te schreeuwen. Er werd zelfs met eten gegooid. Er moest wat gebeuren. En je kan ze natuurlijk overplaatsen. Maar weet je wat ze daar gedaan hebben? Ze hebben de muren allemaal bekleed met fotobehang van een bos. Ten eerste ziet het er veel leuker uit. Want je loopt nu als het ware half door een bos heen. En in een beukenboom, daar zit geen deur. Dus ze lopen er nu langs. En ze hebben helemaal niet meer de neiging om aan die deurkruk te voelen. Want ze herkennen helemaal niet meer dat er een deur zit. En daarmee is het een veel rustigere situatie geworden. Is toch mooi? Ik had laatst met mijn vader, ik probeer elke zondag probeer ik wat met hem te doen. En soms met mijn broer het of mijn zus het. En het wordt steeds moeilijker, maar dan ik probeer nog een beetje in een rolstoel met hem te rijden of zo. Maar dan breng ik hem altijd terug. Hij zit op de eerste verdieping. Hè? Dat is de gesloten afdeling, want anders ze mogen natuurlijk niet naar beneden, want dan gaan ze naar buiten, dan verdwalen ze. Dan moet je ze gaan zoeken met honden en is te duur. Dus ze zitten op de eerste verdieping en dan lever ik hem altijd weer netjes af. En dan bij de verpleegend personeel. En dan het is wel een beetje een triest moment. En dan ga ik weg. En dan
Nou, toen, een tijdje geleden ook, toen stond ik in de lift om naar beneden te gaan. En toen kwam er een oud vrouwtje in de opening staan. Een heel spicht, ik had hem niet eerder gezien. Ik denk dat het een nieuwe bewoonster was. Met grijs piekhaar en felle blauwe ogen. Een beetje van die Paul Newman ogen. Die gaat in de opening staan en die zegt, ik moet mee! Ik moet mee! En dat kon natuurlijk niet, dus en je moet ze altijd serieus nemen. Dus ik zeg, nou, kijk, er staat hier ook, ik mag geen bewoners meenemen. Dat moet onder begeleiding en ik ben geen begeleiding. Ik moet mee! Ik moet mee! Weet je, ze bleef maar aandringen. Dus ik zeg, nou, dit is de mannenlift, de vrouwenlift is hiernaast. Als u daar even gaat staan, komt er zo aan, ik moet mee! Ik moet mee! Dus toen deed ik... Ik denk, ik probeer wat. Hè? Je moet het voor jezelf ook leuk maken een beetje. Plus, zij is het na 2 seconden toch weer vergeten. Dus je kan eigenlijk alles doen, zou ik maar zeggen, weet je. MeToo werkt niet daar, zou ik je vertellen. En toen begon ze me te slaan. Ze stond met een stok en ze begon zo met een soort rare ratbeweging. Begon ze zo, ik moet mee, ik moet mee. Begon ze me zo te meppen. En ik moet eerlijk zeggen, door de hefboomwerking, dat kwam best wel aan. Ja, het was een vrouwtje van niks, hoor. Een eeuw, 90 jaar vrouwtje. Maar, en ik kon niks. Want als je de beet pakt, weet je, dan hoor je krakkers, kapot. Ik durfde er niet aan te raken. Als je doet, dan is het je heup. Ga je heup zoeken. Ik durfde niks, man. Maar ze bleef maar doorgaan, weet je wel. Dus ik ben om hulp gaan roepen. Ik ben gewoon, help, help, verblijven. Ik wist niet wat ik doen moest. En ik stond in die lift. Dus ja, dat er geluid kwam er denk ik niet uit of zo. Of ze dachten, zoek het lekker zelf uit. En ik begon echt blauwe plekken te krijgen. Dus ik denk, ik moet iets doen. Dus toen zei ik, oké, kom er maar in. En toen stopte ze. Ze stopte en toen kwam ze in de lift. Toen draaide ze zich om en toen ging ze met de rug naar me toe staan. En toen heb ik op de knop deuren dicht gedrukt. Nog niet op de knop 0 van naar beneden. Toen heb ik in mijn hoofd tot 12 geteld. En toen zei ik, ping! En toen heb ik de deur weer open gedaan. Het is zo naar buiten gelopen. Te vruchten. Dat is heel liefdevol. Dat is mijn vraag. Mag dat? Nee. Wij moeten beperkt worden, mensen. Wij moeten beperkt worden. We hebben schaarste nodig, we hebben regels nodig. Als wij niet beperkt worden, dan werkt het niet meer bij ons goed boven. En daarvoor moet er ook straf zijn. Daar ben ik ook voor. Ik ben voor straffen. Waar ik alleen tegen ben, is dat je straf... dat altijd bij dezelfde overtreding, bij dezelfde gebeurtenis, dezelfde straf wordt. Ik vind dat er altijd ruimte moet zijn voor overleg of voor een verhaal. Of bijvoorbeeld, er is nu de VAR, hè, de videoscheidsrechter bij voetbal. Er zijn heel veel mensen, iedereen is er super enthousiast over, want voetbal wordt eerlijker. Hè, je kan precies zien of iets echt een gele kaart of een rode kaart of een penalty. Je kan snel even kijken. Dat klopt, maar wat ik bang voor ben, en ik denk echt dat het gaat gebeuren, binnen 10 jaar worden alle spelers worden gevolgd met intelligente camera's. En dan kunnen ze, elke overtreding wordt vastgelegd door het systeem. En dan kan je als speler geen overtredingen meer maken. En dan krijgen we, denk ik, Donald Duck voetbal. Ik denk dat bij voetbal hoort en bij het hele leven dat je af en toe zo'n mazzeltje hebt. Dat je eens een keer iemand kan laten tackelen en dat het niet gezien wordt. Of dat je iemand even in zijn nek kan spugen omdat het een etter is, weet je wel. Dan doe het er gewoon een beetje bij. Je moet een keer mazzel hebben. Ik had laatst een boete gekregen van €45. Daarom vertel ik dit verhaal, denk ik. Ik had een boete van €45 gekregen omdat ik 's nachts om 2 uur... op de snelweg tussen Utrecht en Amsterdam 3 kilometer te hard had gereden. 3 kilometer te hard op die 14-baans landingsbaan die daar door de VVD is neergelegd. Schandalige weg. Weet je, en het zal ongetwijfeld waar zijn. Ik zou te hard hebben gereden, 's nachts om 2 uur. Totaal lege weg, want er is trajectcontrole. Het zal wel kloppen, snap je? Maar ik heb een verhaal en ik zou het liefst willen dat ik een ambtenaar zou kunnen bellen en zeggen, luister, dit en dit is er gebeurd. Is het eigenlijk wel terecht dat ik een boete krijg? Want er is wat gebeurd. Dit is er namelijk gebeurd. Die avond moest ik optreden in Eindhoven, in het Parktheater. En bij het optreden kwam iemand die voor mij heel bijzonder is. Het is een dame waar ik vroeger een relatie mee heb gehad. Een korte relatie. En die had ik al 10 jaar niet meer gezien. En we hebben nog wel contact met sms'en en zo, weet je wel. Maar al 10 jaar lang had ik het niet meer, ja, 3D, weet je. Even dat je elkaar kan aanraken en echt kan zien. En ze kwam. En ze is gekomen. En ze heeft mijn show gezien en ze vond het leuk. En het was na afloop, het was geweldig. Na afloop zagen we elkaar en het klikte weer. En het was in 1 seconde was het 1 uur. Gewoon woef, 1 uur. Werden we het theater uitgezet, want het ging dicht. Dus daar stonden we daar buiten met z'n tweeën. En toen twijfelde nog een beetje of we naar een kroeg gingen. Maar ze heeft 2 kinderen, ze woont in België. En ik moest de volgende dag weer optreden. En het was al laat, weet je, 1 uur. Dus oké, we gaan elkaar vaak zien. En ik rijd naar huis in mijn eentje. 'S nachts over de A2. En dan is het heel erg rustig. En dan gaat het werken in je hoofd, joh. Dan gaat het vonken en dan kwamen allemaal herinneringen aan vroeger. Wij deden vroeger wedstrijdjes als we met de auto onderweg waren naar Frankrijk of zo. Wij deden bijvoorbeeld een wedstrijdje wie het goorste eten durfde te eten in een tankstation. Weet je, dat je bij een tankstation kwam en lag er onder zo'n warmhoutlamp, lag er in zo'n langwerpig bakje een frikandel voor de derde keer te overlijden. En er zat zo'n ingedroogde laag ketchup-achtige mayonaise zat erop met zwarte spikkeltjes, wat waarschijnlijk in een vorig leven uitjes zijn geweest.
En als jij die dan durfde op te eten in zijn geheel, dan moest de ander de rest van de reis proberen iets nog goorders te eten, weet je wel. Is dit, denk je dat dit goorder is? Nou, weet het niet, weet je. Het was een woensdagavond en wij gingen naar de film. Zij woonde in Arnhem en ze sliep altijd bij mij in Amsterdam-Oost. En we gingen naar de movies, dus Amsterdam-West, dus het was een half uur fietsen. En we gaan er naartoe en terwijl we fietsen, het was in februari, begint het te sneeuwen. Er komt een beetje sneeuw en we zijn naar de film en verdomd, we komen uit de film na 2,5 uur. En we komen in een filmdecor. Het is prachtig wit, het is rond het vriespunt. Het was heel rustig, dus het was overal prachtig blijven liggen. Het was niet helemaal kapot gereden. Het was fantastisch. En ik kwam in een euforische stemming. En ik begon helemaal aan haar te vertellen, terwijl we naast elkaar naar huis fietsen. Ik zeg, ik wil een keer een programma maken dat ik van bekiet af aan dat het sneeuwt. En dat uiteindelijk het hele publiek, dat alles overal sneeuw komt. En weet je, die scène in die film, ik ga een comedy-serie schrijven met zo'n figuur erin. En het gaat daarover en het gaat daarheen. En voor mijn volgende programma heb ik dat idee en ik raad het allemaal door. Nou, net als vanavond, ik kan mijn bek niet houden. En zo fietsen we naast elkaar en ik vertel de hele tijd van allemaal dingen. En we zijn vlak bij mijn huis, de Kruislaan. En de Kruislaan is bomen, fietspad, lantaarn. En het fietspad was maagdelijk. Wij waren de eerste die er nog overheen reden. Het was gewoon helemaal prachtig wit. En we rijden er doorheen en ik val stil. Gewoon mooi. En ik val stil en je hoort zo dat beetje de plakkerige sneeuw. Hoor je knirspen zo'n beetje over de wielen heen. En we rijden nog misschien 100 meter. En in die stilte zegt ze opeens... Hans, ik wou dat ik iets van mijn tijd aan jou kon geven. En het is het allermooiste en het allerliefste... wat een vrouw ooit tegen mij gezegd heeft. En op dat moment was op de radio tussen... Utrecht en Amsterdam was Adele. En ik brul het uit volle borst mee. We almost had it all, rolling in the deep. Nou, toen heb ik waarschijnlijk even niet op mijn kilometerteller gekeken. En als een ambtenaar dan zegt, meneer, wat een tof verhaal. En ik geloof u ook, weet je wel. Die bon die gaan we verscheuren. Dat is het dik waard. En heb ik nog een tip voor u? Bel die vrouw nog eens een keertje op. Zo zou je toch willen dat we met elkaar om zouden kunnen gaan? Ja, toch? Kijk, wij hebben als mensen al dan niet een vrije wil. Dat is een filosofische kwestie die op dit moment speelt. Er verschijnen regelmatig boekjes met als titel De vrije wil bestaat niet. En als wij geen vrije wil hebben, dan betekent dat we worden bestuurd door iets van bovenaf, een god of zo, of van binnenuit. Wij zijn onderbewust, onze hormoontjes, DNA, dat soort dingen. Ik zag een documentaire op Netflix en het was in de Verenigde Staten is in 2013 een bedrijf geweest, een Duits bedrijf, de Wolf Company. En heeft 130.000 kilo zwaar vergiftigde honing verspreid over de Verenigde Staten. Dus dat een landbouwgif in. En dat wisten ze. Gelukkig hebben ze het net op tijd weten tegen te houden. Dat hele bedrijf is gearresteerd, hebben enorme straffen gekregen. Behalve de baas, meneer Wolf zelf. Die is gevlucht naar Duitsland en ze krijgen hem tot op de dag van vandaag niet uitgeleverd. En toen zijn ze van Netflix met een camera naar hem toegegaan, weet je, 5 jaar later, 2018... En dat vond hij een heel goed idee, vond hij helemaal niet erg. En toen vroegen ze, hoe gaat het met u? Toen zei hij, nou, op zich goed, alleen ik kan Duitsland niet meer uit, want zodra ik over de grens ga, word ik gearresteerd en moet ik 15 jaar vastzitten in de Verenigde Staten. Toen zeiden ze, nee, hoe gaat het met uw geweten? Hij zei, geweten, hoezo? Prima. Nou ja, u heeft 130.000 kilo zwaar vergiftigde honing verspreid. Hadden duizenden mensen in een rolstoel kunnen komen, hadden heel veel doden kunnen vallen. Oh, zegt hij, daar heb ik geen enkel probleem mee. Zeiden ze, hoe zit het dan? Zei hij, kijk, ik ben een gelovig mens. En in de Bijbel staat, de mens wikt. Maar God beschikt. Dus hij gaf gewoon God de schuld. Hij zegt, luister, God bedenkt alles. Ik voer het maar uit, hè. Moet niet bij mij wezen. En het kan natuurlijk ook zijn dat we geen vrije wil hebben... en dat alles in ons onderbewuste wordt bepaald. Hè? Dat zijn mensen die zeggen, greed is good. Hebzucht is goed. Of mensen die zeggen, laat me nou, zo ben ik nou eenmaal. Ja, zo ben ik nou eenmaal. En wat je dan eigenlijk zegt is... in mijn onderbewuste, daar wordt mijn leven wordt voor me bepaald. Ja, mijn leven is een film. Mijn leven is een film en daar kijk ik dan zelf naar. Dat is een beetje wat er aan de hand is. Maar het kan natuurlijk zijn dat we wel een vrije wil hebben. En als we wel een vrije wil hebben, dan wordt het gaaf. Want dan kunnen we namelijk zelf bepalen in welk verhaal we willen geloven en welk verhaal we met elkaar willen leven. De afgelopen zomer, anderhalf jaar geleden zomer, was er bij mij in het park, het Flevopark in Amsterdam, een groot feest van 30 jongelui. En ze hadden het geweldig voor elkaar. Ze hadden allemaal lampionnetjes opgehangen tussen de bomen en die gingen s'avonds ook aan. Ze hadden een grote kring gemaakt met allemaal fakkels en die gingen s'avonds ook aan. En ze hadden van die wegwerpbarbecue'tjes en het rook lekker naar kip en naar knoflook en worsten. En die rook die zag je zo over het veld gaan. Het zag er supergezellig uit. En ze hadden allemaal kratten verschillende soorten bier met zakken ijs erover dat het goed koel bleef. Akoestisch bandje. Het was gewoon een superfeest. En ik liep er s'avonds langs, ik ben er een paar keer langs gelopen.
En 's nachts om 12 uur gingen ze zingen. Het was een verjaardagsfeest. En als cadeau hadden ze een confettibom. Hadden ze. Ik weet niet of je dat kent. Dat zijn die kartonnen buizen. En dan moet je aan de onderkant draaien. En dan komt er door luchten komt er zo confetti uit. Dus er waren wel 10 van die dingen. Dus bam, bam, die dingen gingen allemaal af. Nou, het sneeuwde gewoon. Het sneeuwde in juni. En dat ging alle kanten op. Dat zag je in die lichtjes van die lampionnetjes. Het was prachtig. Ik loop elke dag hard. Ik loop elke dag hard in het Flevopark in Amsterdam. En elke dag lang kom ik langs die plek. En op die plek kan je tot op de dag van vandaag, anderhalf jaar later, zien waar het gras is weggeschroeid door die wegwerpbarbecues. En je ziet nog steeds confetti liggen. Het is namelijk plastic. Het is zilver en goudkleurig plastic. En het wordt af en toe een beetje vermaald door dat er weer eens een maaimachine overheen gaat. En de wind die blaast het een beetje het nieuwe diep in en een beetje het water in. Maar het zal er altijd blijven, denk ik. Kijk, en dat is natuurlijk een verhaal. Dat is het verhaal van ik heb het enorm naar mijn zin. Ik heb super gave vrienden en de rest zoekt het me uit. Dit jaar in juni was er ook een feest. Dat was een feest op het grote veld in het Flevopark in Amsterdam van 14 volwassen mensen. En die waren achter elkaar aan het rennen met een stok tussen hun benen. En die mensen geloven ook in een verhaal. Die geloven in het verhaal van Harry Potter. Want ze waren zwerkbal aan het spelen. Dat is een internationale sport. En ze hadden in hun hoofd zaten ze op een bezemsteel en waren ze aan het vliegen. En ze gooiden allemaal dingen over en die moesten door ringen heen. Weet ik veel. Maar het zag er geweldig uit en ze hadden heel veel lol. Ze zijn 2,5 uur bezig geweest. En daarna zijn ze naar huis gegaan en je ziet helemaal niets aan het gras. Ja, dat is ook een verhaal. En dat is punt. Als wij een vrije wil hebben, dan kunnen we zelf bepalen in welk verhaal we geloven en welk verhaal we met elkaar willen leven. En één van die verhalen gaat ons misschien een keer naar de sterren brengen. Dank jullie wel. Van de Geert en Jacke van de Doof en lieve mensen van het tv en van het theater. Dank u wel.